goedenavond. Morgen is het 11 juli, de feestdag van de Vlaamse gemeenschap. En daarom is er vandaag een extra aflevering van Historisch met het verhaal van wat nu het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding heet, de IJzertoren. Toen de toren gebouwd werd, in 1925, moest hij de jongens helpen herdenken die in de Grote Oorlog gesneuveld waren. In de eerste plaats de Vlamingen, maar zeker ook de anderen. Nooit meer oorlog stond er in vier talen op de flanken. En bij de inwijding legde ook een Waalse moeder een krans neer. Maar in de jaren 30 veranderde die sfeer heel snel. En de ijzerbedevaart aan de voet van de toren werd een forum waarop het anti-Belgische Vlaamse nationalisme zijn eisen formuleerde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog duldden de Duitsers geen bedevaarten, maar in de crypte onder de toren waren er wel kleinere plechtigheden. De toren werd misbruikt door de Vlaamse collaborateurs. En na de oorlog werd daarvoor de rekening gepresenteerd. In 1946 ging hij de lucht in, opgeblazen door mensen die hun vak kenden. Wie er achter de aanslag zat, is nooit helemaal duidelijk geworden. Maar een groot deel van het verhaal krijgt u nu toch te zien in de historie van de IJzertoren. Een kruis voor Vlaanderen. Mannen, see you down. 3, 2, 1, peace! Max, gewoon. Tot spijt, hè. Dag, schatteke. Ik zou erop moeten gaan. Er is nog niemand in de buurt, dus... Voilà, niemand het gezien, eigenlijk. Ik vind het een schande. De IJzertoren is ten eerste een dodenmonument. Hier liggen 10 soldaten begraven. Ik vind dat een totaal tekort aan respect vanwege die mensen die dat doen. Wij mogen toch de IJzertoren niet zo beschouwen als een doodgewone toren waarop dat iedereen kan op en afspringen. Is de smeltkroes van de 20e eeuw. In de hitte van deze strijd nemen hele samenlevingen een nieuwe gedaante aan. Ook België voelt de gloed van een nieuwe tijd. Bevoren door officieren die hun taal niet spreken, beseffen Vlaamse soldaten ineens veel scherper dat ze maar Vlamingen zijn in een Franstalige staat. Als reactie ontstaat onder de Vlaamse militairen een beweging voor de zedelijke en culturele ontwikkeling van de Vlaamse soldaten, de Frontbeweging. Maar de legerleiding reageert heel negatief. Die afwijzing maakt de fronters radicaler en drijft hen naar de politiek. In bezet België werken dan weer Vlaamse activisten samen met de Duitse bezetter in de hoop van de Duitsers te verkrijgen wat België de Vlamingen niet geeft, zelfstandigheid. Een van de meest typische uitingen van de frontbeweging is het Heldenhuldezerkje. Een eigen Vlaams grafmonument voor gesneuvelde Vlamingen, ontworpen door de tekenaar Joe English. De aparte Vlaamse grafstenen wekken wrevel bij sommige Belgische patriotten. Wij staan hier op het kerkhof van Adenkerke met een van de laatste zerkjes van Heldenhulden. Hier ligt begraven Egidius Slegers, die onderwijzer was en ook brancardier. Het is dus wel zo dat tijdens de Eerste Wereldoorlog de meeste onderwijzers en seminaristen dienst deden als brancardier. De meeste hiervan kwamen uit de Vlaamse studentenbeweging. En op het zerkje van Heldenhulden, zoals we het hier zien, staat de leuze van die studentenbeweging: alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus, maar ook de blauwvoet die het teken was van het toenmalige AKVS of het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond. Maar voor de volksvreemden werden ze een obsessie en in het geheim werd er tegen gekonkeld. In de nacht van 10 februari 1918 werden 38 Heldenhuldezerkelen te Oeren met cement besmeurd en werden de diepzeggende letters dichtgestreken. Zelfs in hun graf
werden onze Vlaamse jongens nog vervolgd en vervolgd. Beslist de Belgische militaire overheid dat er uniforme grafstenen moeten komen voor alle Belgische gesneuvelden. De Vlaamse grafstenen moeten dus weg, tenzij de familie van de soldaat uitdrukkelijk kiest voor het Vlaamse kruis. Die 800 à 900 zerkjes werden dus op bevel van de overheid, en ik laat in het midden wie juist dat bevel heeft gegeven, worden dus vanaf 922 van de kerk overgehaald en ook een deel worden er gebruikt om een weg aan te leggen aan Adinkerke. Dus het verbond van de oud-strijders heeft zoveel mogelijk gepoogd om die zerkjes te recupereren. En daar vindt men juist het ontstaan van de IJzertoren en de IJzerbedevaarten. Indien men die zerkjes niet had kapotgeslagen en deze niet waren vernietigd worden, dan zou er nooit een IJzertoren gebouwd geweest zijn. Van 1925 af heeft een jaarlijkse bedevaart plaats op een speciaal daarvoor aangekocht terrein in Kaaskerke-Diksmuiden, langs de IJzer. De organisatie is in handen van het IJzerbedevaartcomité, waarin vertegenwoordigers van diverse Vlaamse organisaties zijn opgenomen. De IJzerbedevaarten staan in het teken van het pacifisme en van de eis van zelfbestuur. Zo wordt de jaarlijkse bijeenkomst in Diksmuiden een vruchtbare voedingsbodem voor de politieke eisen van de Vlaamse nationalisten. Het IJzerbedevaartcomité wil in Kaaskerke een groots dodenmonument bouwen dat geïnspireerd moet zijn door het IJzerkruis van Joe English. Het comité schrijft een wedstrijd uit onder alle Vlaamse architecten en beeldhouwers die zelf ook oudstrijders zijn. De keuze valt op het ontwerp van de Antwerpse architect Frederik van Averbeke. Met de bouw van de IJzertoren wordt begonnen in 1928. Priester Cyril Verschaven legt de eerste steen. Deze radicale nationalist was de mentor geweest van de frontbeweging. Een goed jaar later is de toren klaar. De echtgenote van Frans Daals, voorzitter van het IJzerbedevaartcomité, legt de laatste steen. De IJzertoren kost geld. Vrijwel alles komt van giften en bijdragen van particuliere en gemeentebesturen. Een van de middelen om geld in het laadje te brengen is het nieuwe medium film. Oud-strijder Clemens de Landsheer filmt de bedevaarten voor het comité. Met die films trok hij dan Vlaanderen rond. Hij heeft honderden voorstellingen gegeven. Hij deed dat allemaal zelf. En hij commentarieerde ook die films zelf. Op dat vlak was hij dus een uitzonderlijk propagandist. Ik ben eerst en vooral Vlaming. En ja, Belg naar achter, omdat dat natuurlijk officieel is. Dus waarom? Omdat ik meer voor Vlaanderen voel dan voor België, dat het een kunstmatig land is. Vlaanderen is ons volk, Vlaanderen is ons taal, Vlaanderen is heel ons geschiedenis. Vlaanderen, daar zitten we in vastgeankerd. En hij is begonnen met een archief aan te leggen van al wie naam had in de Vlaamse beweging, in de literatuur, in de politiek. En dat heeft er uiteindelijk ook toe geleid dat hij zijn actieterrein altijd maar is gaan uitbreiden. En dat hij in de jaren 30, toen er nog niet veel aanbod was van beeldmateriaal, dat hij ook sportmanifestaties is gaan filmen, zoals de Ronde van Vlaanderen en dergelijke meer. En die verkocht hij dan aan het nieuws, zodanig dat hij een zeker inkomen had om die zaken te financieren die hij uit eigen initiatief realiseerde. De IJzertoren wordt plechtig ingewijd tijdens de bedevaart van 1930. Er komt zoveel volk dat tientallen extra treinen en trams ingelegd moeten worden. Er zijn delegaties van buitenlandse oudstrijders. Ook de moeder van een Waalse gesneuvelde legt een krans neer, omringd door Waalse oudstrijders met Belgische vlaggen. Maar de toespraak van voorzitter Daals heeft in dit jaar van de viering van 100 jaar België een felle anti-Belgische teneur. Hij hekelt wat hij de Belgische mijn-eed noemt, omdat België de belofte van gelijkberechtiging voor de Vlamingen niet nakomt.
De IJzertoren lokt al meteen reacties uit bij de tegenstanders. Vanuit een vliegtuigje dwarrelen over de bedevaarders pamfletten neer. Als de ijzerdoden de organisatoren van de bedevaart konden horen, zo stelt het pamflet, zouden ze opstaan uit hun graf om het zinnenbeeld van verdeeldheid omver te werpen. Voorts wordt gewaarschuwd voor, citaat, verraders en deserteurs die ons in de rug geschoten hebben. De bedevaarders reageren woedend op de pamfletten. Op de markt van Diksmuiden worden Belgische vlaggen afgerukt. De Rijkswacht chargeert, er vallen rake klappen. Volgens de Vlaamse nationalisten worden enkel bedevaarders gestraft. Nu weten we dat ook de piloot van het vliegtuig en zijn generaal zijn aangepakt. In 1932 worden in een lange stoet de lijkkisten van 8 Vlaamse soldaten in een traditionele wijte wagen naar Diksmuiden overgebracht. Zij worden bijgezet in de crypte onder de toren en elk jaar zullen ze herdacht worden. De 8 zijn zo gekozen dat ze heel Vlaanderen kunnen vertegenwoordigen. De drijvende kracht achter dit initiatief is bedevaartsecretaris Clemens de Landsheer. Hij is de neef van 2 van de bijgezette Vlamingen, de gebroeders Frans en Edward van Raamdonk uit Temse. De 2 van Raamdonks staan symbool voor broederliefde. Edward ging zijn vermiste broer Frans zoeken. En volgens de legende zijn de 2 broers in elkaars armen gestorven. De waarheid is dat Frans van Raamdonk samen met een Waalse soldaat gesneuveld is, wat moedwillig werd verzwegen. Pas lang na de oorlog zal de mythe doorprikt worden. Op de gemeenschappelijke lijkkist in de IJzertoren staat nu ook de naam van de Waalse soldaat Amé Fievee. Uiteraard heeft de hele propagandamachine van de Vlaamse beweging in het algemeen en van het IJzerbedevaartcomité in het bijzonder altijd heel wat argwaan en ergernis en verontwaardiging gewekt bij de Belgicisten. En een van de elementen waar zij zich altijd op gesteund hebben was ook het feit dat die brave Amé Fievee, die een oorlogsvrijwilliger was, die oorlogsvrijwilliger is geworden omdat zijn zuster op haar bakkersronde door een Duitser was verkracht, dat deze man eigenlijk onvermeld is gebleven in heel de traditionele Van Raam. In de jaren 30 laat het bedevaartcomité op de 4 flanken van de toren reusachtige beelden aanbrengen van enkele ijzersymbolen. Winnaar van de wedstrijd voor de beelden van de ijzersymbolen is beeldhouwer Karel Albroek uit Temse, zelf ook oud-strijder. De beelden van de IJzertoren zijn gebouwd. We kunnen er misschien eens naartoe gaan, in dit atelier hier. Namelijk tegen deze grote muur. Vroeger was dus hier de muur. Hè? En hij heeft wel, als hij het huis gebouwd heeft, helemaal achteraan een klein atelier gebouwd. Maar het was te klein voor die 9 meter hoge beelden. Ja, ja. En daarom heeft hij, dus is hij begonnen met eerst het atelier te bouwen zelf. Met een aantal helpers. En heeft hij dan op die korte tijd voor de ijzerbedevaart van 23 augustus heeft hij dan het klaar gekregen. Het waren 9 meter hoge beelden. Ze zijn in stukken van 1,50 meter naar buiten gehaald met gewoon met een vrachtwagen. Ja, hij ging mee, hè? Hij was erbij toen ze Hij is er altijd bij geweest en hij heeft ook daar de hele tijd bij geweest om de beelden te plaatsen of te helpen plaatsen. U was er ook toen in Diksmuiden. En wij waren er ook bij, gelukkig. Ja. Het was een hele mooie tijd. Het was nog school en ik kon daar dan ook naar school gaan in de kleuterklasse. En wij woonden in een huisje bij meneer de Landsheer, vlak bij de schooltuin. Ja. En het was heel prettig. Mijn moeder kwam een keer zwaaien tijdens de speeltijd. De ijzerbedevaart groeit uit tot een grote Vlaamse massamanifestatie. Het comité telt geregeld 200.000 bedevaarders, al zal het recordaantal wel dichter bij de 100.000 hebben gelegen. Hoe dan ook, de bedevaarten zijn een signaal van het groeiend Vlaams zelfbewustzijn. En voor de Diksmuidse middenstand zijn ze een gezegende bron van inkomsten. Iedereen was een commerçant. Voor ieder voordeur stond er een tafeltje met souvenirs van de IJzertoren. En iedereen verkocht en iedereen verdiende een centje.
Dat was goed in IJzerbedevaart, want de mensjes konden in die tijd een pacht voor een heel jaar betalen. Ja? Ze verdienden dat, ja. Wat ze in één dag binnenkregen? Met in één dag. En daar stond je dan vol, met tafels en stoelen. Het was dan nog een hotel, de Vlaanderen. En dat stond tot aan generaal Jacques. Elk toeristisch centrum, en zeker wanneer er bedevaarden, als ik het zo mag zeggen, ermee gemoeid zijn, komen er heel wat aspecten van handelaars bij te pas. Ook Deksmuiden is daar niet aan ontsnapt. Ook het bedevaartcomité verkoopt souvenirs. En elk jaar met de IJzerbedevaart was het voor de oorlog, ik leg er wel de nadruk op, was het gekend dat de caféhouders een leeuwenvlag gingen huren bij het comité. En men noemde dat in Deksmuiden een pinteleeuw. Gingen ze huren en men betaalde dus voor één dag die leeuwenvlag. Dat is nu echter totaal verdwenen. De meesten hebben allemaal dan toch een leeuwenvlag gekocht. Bij elke bedevaart wordt uitgekeken naar de toespraak van voorzitter Frans Daals. Als niet partijgebonden Vlaamse nationalist heeft hij groot gezag. Ook in radiotoespraken laat Daals de Vlaams-nationale eisen horen. Wij moeten onverbiddelijk zijn in onze eis om zelfbeschikkingsrecht. Recht dat 100 maal zo plechtig werd bevestigd wanneer het Vlaamse bloed moest vloeien. Eis van zelfregering met uitsluiting van alle rasvreemde inmenging. In zijn toespraak op de bedevaart van 1936 komt Daals nog eens terug op de vernieling van de heldenhuldezerkjes. Hij is duidelijk uit op revanche. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zal die toespraak weer uit de la worden gehaald. De grindweg van Adinkerke blijft ons heilig. Een dag komt waarop we weer opengelegd. De Vlaamse reliquieën er worden uitgehaald en naar die bedevaartoord gebracht. Want de tijden veranderen. Van 1936 af wordt de toon op de bedevaart bitsiger. Het comité wil snel amnestie voor de activisten, de Vlaams-nationalisten die hadden samengewerkt met de Duitse bezetter. De schaduw van het Vlaams-Nationaal Verbond valt voortaan over de weide. Het fascistische VNV wil alle zogenaamde volkse krachten verenigen en Vlaanderen loswrikken uit België. De bedevaart is voor deze partij, citaat, de proefbank der echte Vlaams-nationalistische gezindheid. De ordendienst op de bedevaartweide is sinds 1935 in handen van de Grijze Brigade, de knok- en propagandamilitie van het VNV. Die wil zelf uitmaken wie zich rond de IJzertoren thuis mag voelen. In 1939 verbiedt de ordendienst de vlaggen van ACW en KAJ en ook de Socialistische Anti-Oorlogsliga mag haar brochures niet meer verkopen. De spanning stijgt in heel Europa en dat voelen ook de bedevaarders. In 1939 wordt Frans Daals met de dood bedreigd door Franstalige oudstrijders. De oorlog nadert. Als het zover is, zullen in Gent de koppen van dokter Daals en dokter Martens rollen. En zal de moffentoren van Deksmuiden gedynamiteerd worden. Dokter Daals zal niet naar Deksmuiden gaan, want er zal dit jaar geen bedevaart zijn. Dood aan de verraders. In het begin van de Duitse bezetting installeren de Duitsers een observatiepost in de IJzertoren. Meteen wordt de toren het doelwit van een Engels vliegtuig. Op de 30e mei 1940, in de namiddag, wierp een Engels vliegtuig een bom op de IJzertoren te Deksmuiden. De toren, het symbool van de Vlaamse oudstrijders, werd in de flank getroffen, waardoor een gat van 3 meter geslagen werd. De herstellingswerken zijn thans aangevat. De Duitsers staan geen bedevaarten toe tijdens de bezetting. Wel zijn er kleine plechtigheden in de crypte met een beperkt aantal genodigden, onder wie ook Duitse officieren. Met toestemming van de Duitsers worden in 1942 de brokstukken van de vernielde zerkjes weer opgegraven. Voor het hele bedevaartcomité is dit een hoogdag. Ook zender Brussel, de openbare omroep onder Duitse censuur, besteedt er aandacht aan. Dan is die dag gekomen, geachte luisteraars. De dag waarop de Vlaamse reliquieën naar de IJzertoren zullen worden gebracht.
Morgen zullen Vlaamse oudstrijders pietijdvol de brokstukken der verbrijzende elde ulde zerkjes in de crypte brengen. Morgen gebeurt eindelijk recht herstel, waarop onze gesneuvelde ijzerdoden wachten. Morgen brengt heel Vlaanderen de bloemen zijner liefde rond de schamele rechten van verbrijzelde en geschondene heldenhulde werken. Morgen wordt er een bladzijde geschreven in de geschiedenis van Vlaanderens herwordingsstrijd. Op 20 augustus 1942 worden de brokstukken in processie en in een bijna religieuze sfeer naar de crypte overgebracht en plechtig bijgezet. Het geheel wordt omkaderd door leden van de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen in uniform. Die manifestaties, de aanwezigheid van Duitsers en in 1943 ook van een Oostfrontsoldaat, bezorgen de IJzertoren een kwalijke reputatie. In sommige kringen wordt er gesproken over de stenen in civiek. Het IJzerwedevaartcomité heeft dat eigenlijk bijna altijd een beetje verborgen gehouden. Maar wanneer u de collaboratiepers zoals Volk en Staat naziet, dan ziet je dat er hier jaarlijks ook tijdens de oorlog bijeenkomsten geweest zijn. En die eigenlijk een totale afbreuk zijn aan de traditie van het pacifisme, van het antimilitarisme. In andere woorden, ik zal het zo durven stellen dat het IJzerbedevaartcomité in die periode de collaboratiepolitiek van het VND, onder andere ook met professor Daals, gevolgd heeft. Na de bevrijding laaien in Diksmuiden de oude politieke passies tussen liberalen en katholieken weer op. Nu verhevigd door de tegenstellingen uit de oorlog. Volgens CVP-burgemeester Missiaan voert het verzet, met de steun van de liberalen, een waar schrikbewind. De verzetslui willen dat de toren zonder meer wordt afgebroken. Men heeft het stadsbestuur onder druk gezet om de toren op te ruimen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken met Van Glabeke onder druk gezet om de toren te onteigenen. Men heeft dus verschillende acties ondernomen. Dat was elke keer het verzet van Diksmuiden, dat toen ook in het gemeentebestuur van Diksmuiden zat. Dat was een speciaal klimaat. België, moet niet vergeten, België was het vaderland in die tijd. En België was onaantastbaar. En men moest in de eerste plaats Belg zijn. In dit klimaat wordt de IJzertoren op 16 juni 1945 voor de eerste keer gedynamiteerd. De daders zijn hoogstwaarschijnlijk enkele heethoofden uit de omgeving van de liberale politicus Adolf van Glabeke, burgemeester van Oostende en op dat ogenblik ook minister van Binnenlandse Zaken. En die hebben dat met munitie die zij in Koekelaren uit de bossen gehaald hebben, die daar gestapeld zat, naar hier gebracht op de fiets, op het staantje dat we hier zeggen in de streek, van de fiets, de munitie naar hier gebracht, opgestapeld en tot ontbranding gebracht. En is daar een onderzoek op gevolgd? Daar is niks op gevolgd. Dat is het heel eigenaardige. Daar is dus niks gebeurd. Er is gewoon een kort verslag van de Rijkswacht. En dat is alles. Er is geen enkel onderzoek. Gerechtelijk parket is er niet geweest. Niemand. In de nacht van 15 op 16 maart 1946 komen specialisten het echte werk doen. Om 14:15, na de laatste Rijkswachtronde, wordt de toren vakkundig de lucht ingeblazen. De Weidse vlakte te Kaaskerken bij Diksmuiden stond, gehuld in zon en nevel, het monument der Vlaamse solidariteit, het bekende IJzerkruis. Tijdens de oorlog werd de idee die ten grondslag ligt van dit monument door de Vlaamse nazi's verkracht. Even misdadige handen hebben het IJzerkruis thans opgeblazen. Op die heilige puinen zal de eenheid van het land openbloeien. Deze keer blijft het parket niet bij het puin zitten. Een eenzame magistraat gaat achter de bommenleggers aan. Onderzoeksrechter Jozef de Lare van Veurne bijt zich vast in het dossier. CVP'ers uit Diksmuiden geven hem tips en in april 1948 laat hij 9 verdachten aanhouden. Allemaal mannen van het verzet. Het is op grond van die processen verbaal, en je moet dat dan ook in zijn politieke context kijken. Er was hier dus een harde strijd. Het verzet, dat was socialistisch-liberaal. En men had daar tegenover de CVP, die dus toen nog een beetje de Vlaamse belangen ook moest verdedigen. En de dorpsveten in Diksmuiden, we mogen het wel zo noemen, is dus aanleiding tot die aanhouding.
Ze zijn aangehouden geweest, altijd omdat meneer, als medeplichtige, hè, als medeplichtige, hij wilde, de brave man wilde de waarheid achterhalen, onze brave Delaren, wilde de waarheid achterhalen. En daarom, het was de tijd dat men heel dikwijls iemand in de kast draaide om de waarheid te achterhalen. Hè. Het is niet de eerste keer. Hij had geen bewijs? Hij had geen enkel bewijs. Na één maand moet Delaren de aangehouden Diksmuidenaars weer vrijlaten. Hij heeft wel twee mogelijke opdrachtgevers in zijn vizier. De eerste is Hubert de Grote, verzetsheld, senator en als burgemeester ook de onbetwiste peetvader van Houthulst. De tweede is kapitein Robert Samijn, chef van het munitiedepot van de ontmijningsdienst in Houthulst en kennis van de Grote. Men verdenkt dus de ontmijningsdienst die in Houthulst gelegerd was, die dat dus opgeruimd heeft op een zeer technische manier. De toren is, er is een ploffing geweest, het kruiskop is opgelicht geworden en is dus neergestort in de gespleten toren, die dus helemaal vernield geworden is. Ik ken dus de naam van een van de dynamiteurs, maar de man is overleden. Hij is hier in de omtrek begraven. Ik houd er achteraan om zijn naam niet bekend te maken, omdat zijn weduwe nog leeft. Maar wel iemand van de ontmijningsdienst van het leger? Inderdaad, zo. Het is iemand die een opdracht heeft gekregen, die korporaal, als ik het zo mag zeggen, heeft een opdracht vervuld, zoals hij de dag daarop waarschijnlijk in de kustzone heeft moeten bunkers dynamiteren. Vandaag bestaat er geen twijfel meer over de identiteit van de vier ontmijners van het kamp van Houthulst die de ijzertoren hebben opgeblazen. Ze zijn allen overleden. Van de nabestaanden vonden we enkel de dochter van een vijfde man, een nachtwaker van het kamp, bereid om te getuigen. Weet je dat je vader betrokken was bij de dynamitering van de ijzertoren? Ja, ken ik dat ook gehoord. Nadien, zoals hij na de oorlog een keer... Alleen er daar sprake van geweest, maar niet voor te zeggen, ja, kijk, ik heb dat gedaan of dat gedaan. Maar ik weet dat het erbij was. En van wie weet je dat, hè? Ik zei van mijn vader eigenlijk en mijn moeder, zoals hij, dat er ja, keerlijk sprake van kwam. Ja, dat toen hoorde dat het erbij was. In het leger, als er een vrachtwagen wegrijdt met materiaal, of met munitie in dit geval, dan is dat allemaal geregistreerd. Dus de kilometerstand, de benzineverbruik, het olieverbruik zelfs in die tijd werd geregistreerd. De chauffeurs, wie zat er aan boord, enzovoort, enzovoort. Nu ontbreekt er één belangrijk document in de boeken, het archief van de ontmijningsdienst in Houthulst West-Rozebeke. En dat is precies de dag van de dynamitering. Wie er dan uitgereden, weggereden is en het verbruik en wie het was, welke auto's dat waren en hoeveel munitie dat er toen aan boord was en... Die bladzijde is uit dat boek gescheurd. Ik ga niet zeggen, je hebt dit gedaan of je hebt dat gedaan, maar ja, ik wil ook iets zeggen. Je had die wel voor de munitie gezorgd en anders is hij juist en je zat aan de bron. He. Denkt u dat we dat moeten doen, he? dat in commando was? Ja, dat kan ik ook niet zeggen. He. Ja, ik weet niet alleen of ik hoorde dat de grote erbij was en kapitein Samin. Het is een taboe, het blijft een taboe. Die mensen hebben een heilige eed gezworen van nooit niets bekend te maken. En men moet nu al naar de kinderen en de kleinkinderen gaan, waar dan toch in familiekring soms een woord over gevallen is. Worden ze verplicht van te zwiegen, Pijsje? U was niet anders, je zei zo geen babbelaren. Bij voor het een of het ander te zeggen, ik heb dat gedaan of dat gedaan. Dat weet ik niet. Verzekerst wel, hè, Pijsje, dat al dingen zijn... Dat is een normale beetje moeite, ze bij hun feest, ik weet. Spoedig ondervindt onderzoeksrechter Delaren dat zijn vasthoudendheid krachten oproept waar hij niet tegenop kan. Die man heeft enorm zijn best gedaan, maar die is dus tegengewerkt geworden. En hij is dus tegengewerkt geworden door de magistratuur in belangrijke mate en door de politiek. Zijn grootste tegenwerking kreeg hij van procureur-generaal Bekaert van Gent, die hem dus van alles beschuldigd heeft. En dan de politiek van Klapbeke, de Grote. De rol van Glambeke is meer politiek. Die wilde zijn politieke vrienden van de weerstand beschermen. Maar hij zelf heeft daar geen commandorol, geen vooraanstaande rol in gespeeld. Hij is achteraf bijgekomen omdat hij er politiek voordeel in zag. Hij was ook advocaat van een van de verdachten van Roger de Moor. En hij had dus het voordeel dat hij was ook minister van Binnenlandse Zaken... op het moment van de dynamitering.
En een paar dagen later valt de regering en komt er een nieuwe regering van Akker. En is hij minister van Justitie. Een zeer strategisch manoeuvre dat hij gedaan heeft, waar hij eerst had moeten beletten, kon hij nadien het onderzoek dwarsbomen. Procureur-generaal Herman Bekaert van Gent heeft het zijn ondergeschikte De Lare bijzonder lastig gemaakt. Zogezegd in naam van de minister van Justitie komt hij zich geregeld bemoeien met het onderzoek. Als blijkt dat Bekaert zich ten onrechte op de minister beroepen heeft, wordt hij een maand geschorst. Hij is meteen, ironisch genoeg, de enige die ooit in het IJzertoren dossier gestraft werd. Profiterend van zijn parlementaire onschendbaarheid daagt Hubert de Grote de onderzoeksrechter uit. Bijna beschuldigt hij zichzelf. De rechter kan toch niets doen. Ik ben niet vreemd voor iemand die zich eigenlijk bijna zichzelf beschuldigt. Omdat hij zeker was dat men hem niet kon raken. Zij waren zo overtuigd van hun onaantastbaarheid dat zij hem durfden uitdagen, dat zij hem durfden tarten, dat zij hem de zot durfden houden. Wel ja, de Grote speelt een heel eigenaardige rol in heel die zaak. En wij mogen bijna zeggen dat hij eigenlijk de man is die achter de dynamiteur stond, die hen ook afgedekt heeft, samen met Van Glabeke, en die ook de verbinding maakte met de echte opdrachtgevers, die dus nooit bekend geraakt zijn. En hij was een beetje waar rond alles draaide, de spilfiguur waar rond alles draaide, en die waarschijnlijk ook Samijn, Robert Samijn, dus de commandant van de ontmijningsdienst, en zijn trawanten heeft geëngageerd om de IJzertoren te dynamiteren. Je vader was een vriend van de Grote. Oh ja, ja, dat wil ik zeggen. Mijn vader zag daar geen andere ogen op de Grote. En kapitein Samijn ook. Hè. En toen zijn vader en Tide ook. En sommigen waren van hem afhankelijk, ja. Om een aantal diensten die hij geleverd had aan hen. Bijvoorbeeld wie geen militair wilde worden, ging naar de Grote. En was 9 als op 10 geen militair als hij bij de clan van de Grote hoorde. Er zijn ook andere dingen gebeurd. Onder meer in dat kamp, er is munities gestolen. Er is koperdiefstal en wat weet ik allemaal. Als militair dat deed, was dat ontslag. Die hebben dan, de Grote heeft dan ook die mensen de hand boven het hoofd gehouden. En die kon hij dan eventueel inschakelen bij... Wel, die mensen waren hem verplicht. Hè? Ja. Hij was een broodheer geworden. Hè? De Grote heeft zijn geheim in het graf meegenomen. Allicht hebben hij en zijn bondgenoten de Vlaamse nationalisten willen afstraffen voor hun oorlogsoptreden aan de IJzertoren. Dat was een slag in het gezicht van de Vlamingen die in 1418 voor België gesneuveld zijn. Maar het is zeer duidelijk dat de IJzertoren gedynamiteerd is met de zegen van alle vooraanstaanden, van alle groten uit dit land. Het is hetzelfde als Mission Impossible. Jij doet het. Wij weten van niks als er iets gebeurt. Maar het was de zegen en van de kerk en van de politiek. Iedereen was ermee akkoord dat die toren verdween. Omdat hij een belediging was van de Vlaamse oudstrijder. Echte Vlaamse oudstrijder. Dat is geen wat men ons wil doen geloven. Men wil de zaak eigenlijk zeer belangrijk maken en uitsmeren en er grote mythe van maken. Maar persoonlijk, en dat is dan zeer persoonlijk, geloof ik daar niks van. Ik geloof dat dat gewoon dorpspolitiek geweest is. Ja, een afrekening? Een afrekening binnen politieke lokale milieus, met militairen, met ontmijningsdiensten enzovoort, die dan ook lokaal in de streek zat. Maar dat men nadien heeft geprobeerd die zaak te beschermen en belangrijker te maken en er een soort mythe van te maken. Maar de aanslagen tegen de IJzertoren verminderen de aantrekkingskracht van het monument en de bedevaarten niet. Wel in tegendeel. Enkele weken na de aanslag van 1946 organiseren katholieke studenten een jeugdbedevaart als protest. Onder de aanwezigen radiodirecteur Jan Boon en kamervoorzitter Frans van Kouwelaert. De CVP springt in de bres die door de collaboratie geslagen is. De collaboratie heeft heel het IJzerbedevaart gebeuren compleet de vernieling ingeholpen, omdat de symboliek die verwees naar de Eerste Wereldoorlog compleet verdwenen was door die collaboratie. Het is pas het feit van de explosie, dus de aanslag zelf, die opnieuw een aantal mensen heeft wakker geschud. En waardoor dat men gaan zien is dat in feite een hele beweging in bedreiging was. De hele Vlaamse beweging. Ze hebben wat dikwijls gebeurd. Het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat je iets bedoelt en je bereikt precies het tegenovergestelde dan datgene wat je hebt willen nastreven. Het puin blijft voorlopig liggen. Pas in 1948 beginnen studenten met de eerste opruimingsacties.
Als jong student, ik zat dan aan de sociale school, ben ik hier komen helpen om het puin op te ruimen. Een van de eersten was echter monsieur Laridon, ook de huidige burgemeester van Diksmuiden. Zijn broer Laridon, de burgemeester nu, was ook bij degenen die deelnamen aan die opruimingswerken. Ik moet zeggen, het was zeer romantisch. Wij hadden zo het idee dat wij echt iets deden voor Vlaanderen en voor de IJzertoren. Met het puin van de IJzertoren wordt de Pakspoort gebouwd, die nu aan de ingang van de Bedevaartweide staat. Ook de erg toegetakelde beelden van Karel Albroek krijgen er een plaats. In 1948 vindt de eerste naoorlogse ijzerbedevaart plaats. De grote massa is er nog niet. Veel bedevaarders zitten in de gevangenis. Het motto van de bedevaart, verrijzenis, geeft goed de reactie weer van de Vlaamsgezinden op de vernieling van de toren. Snel lokt de hervatting van de ijzerbedevaarten reacties uit van een patriotisch comité voor actie en waakzaamheid, dat de bedevaart het liefst afgeschaft wil zien. In 1949 staat er een indrukwekkende politiemacht in Diksmuiden, maar er zijn geen incidenten. De ijzerbedevaart ging door in kalme, pietijdsvolle stemming. Vooral de jeugd was talrijk vertegenwoordigd wanneer de bedevaartweide volliep voor de eigenlijke plechtigheid. Een openluchtmis werd opgedragen in aanwezigheid van het inrichtend comité en van de heer Segers, minister van Verkeerswezen. Pax, mochten we wel dan een waarachtige vrede kennen. Er waren heel wat mensen die de CVP zaten doen, bijvoorbeeld de PW en die mensen allemaal die zo'n beetje de greep wouden doen op de ijzerbedevaart. En ik herinner me nog dat er kransen gelegd werden namens de minister en zo, maar die werden hier gauw genoeg door ons jonge mannen verscheurd omdat zij niet gedaan hebben wat ze moesten doen in die tijd. En dat is de grote fout van de CVP geweest, dat zij niet gezorgd hebben voor de amnestie toen in die tijd waar wij zo voor betoogd hebben. Bedevaart van 1950 is weer veel volk opgekomen. Bij die gelegenheid heeft de homogene CVP-regering beslist de heropbouw van de toren financieel te steunen. In totaal zal de overheid 15 miljoen geven, gespreid over 15 jaar. Met de bouw van de nieuwe toren wordt begonnen in 1952. Ook deze toren zal een kruis dragen en de oude leuze Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus. De gestage voortgang van de bouwwerken wordt een vast, symbolisch onderdeel van de plechtigheid zelf. Zondag 22 augustus 1965. Tienduizenden Vlamingen uit alle Vlaamse gouwen, opgekomen voor de 38e ijzerbedevaart, vieren vandaag de plechtige inwijding van de nieuwe ijzertoren. Hoger, schoner, grootser nog dan de vorige. Naast de 15 miljoen van de regering is nog eens zoveel opgehaald bij Vlaamsgezinden en gemeentebesturen. En op elke bedevaart gaan de manden rond. En dan schrijden het comité en de Vlaamse oudstrijders met rechtmatige fierheid naar de nieuw herbouwde toren, die steen na steen terug werd heropgebouwd door gans het Vlaamse volk. In de jaren 80 en 90 wordt Vlaanderen zelfstandig en welvarend. Aan veel van de oude bedevaartseisen is nu voldaan. In 1986 kon een eigen Vlaams parlement de IJzertoren zelfs uitroepen tot memoriaal van de Vlaamse ontvoogding. U Vlaanderen tot er dood. De bedevaarders zijn nu veel minder talrijk dan in de strijdjaren. De weide in Diksmuiden is de proefbank geworden van een nationalisme dat naar een nieuwe identiteit zoekt. Een zoektocht die soms bittere verscheurdheid laat zien en waarbij oude demonen blijven opduiken. Nationalisten voor de eerzerij! Nationalisten voor de eerzerij! Nationalisten! Vlaanderen, kijk om naar uw verleden. Het was voltooid. Bedevaarders.
Het gaat erom dat de ijzerbedevaart in handen blijft van degene in wiens handen altijd geweest is. Dus van de nationalisten. Dit protest was georganiseerd door de niet-partijpolitieke Vlaamse beweging, door het Forum en door het Comité Radicalisering. Ik heb daar als voorzitter van het Vlaams Blok heb ik opgeroepen om dat protest te steunen. En ik sta daar volledig achter, maar ik heb dit uiteraard niet georganiseerd. Iemand zei de ijzerbedevaart zou er beter mee stoppen. De ijzerbedevaart mag er niet mee stoppen. Wij geven de Vlaamse beweging niet in handen van een horde. Een horde onverdraagzame mensen die alleen maar op haat leven. Ik wil de ijzerbedevaart behouden. Ik wil de ijzerbedevaart versterkt zien. Maar alleen als speerpunt van de Vlaamse beweging. En niet als bezemwagen van de CVP en Volksuniepartijpolitiek. Bij de opkomst van het nazisme en het fascisme, dat waren identiek dezelfde methodes. Er is daar geen zier aan veranderd. Als je de geesten niet kunt winnen, dan sla je op de mensen. Wij vragen aan onze dierbare doden verontschuldiging. Wij kunnen helaas niet zeggen, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze wisten maar al te goed wat ze deden. De acties waren wel degelijk goed voorbereid. En alle groepen en individuen die opgeroepen hebben om op deze wijde actie te voeren, wisten zeer goed tot wat deze opruiende taal zou leiden. Het IJzerbedevaartcomité probeert de barsten te lijmen en gaat door met de modernisering van de bedevaart. Het comité wil de bedevaartweide en haar omgeving erkend zien als Europees vredesmonument. Inmiddels wordt met geld van de Vlaamse overheid de restauratie aangepakt. Ook het museum in de toren zelf is aan een opknapbeurt toe. Het comité wil er vooral het leven van soldaten en burgers uit de Eerste Wereldoorlog oproepen. Met de ellende van die Vlaamse jongens in de ijzermodder is het tenslotte allemaal begonnen. Mijn bekommernis blijft eigenlijk in al de controverse die er geweest is en nog is. In het geheel van de ijzerbedevaarten zat men het essentiële bijna uit het oog verliest. Dus 1418 blijft voor mij het hoofdbestanddeel van Deksmuiden. Alles wat men erbij genomen heeft, die minderheidsgroepen, ook een soms te hard leggen van accenten op bijvoorbeeld het pacifisme. Het blijft een herinnering aan de Vlaamse soldaten die gesneuveld zijn in de Eerste Wereldoorlog. En alles wat dat erbij gekomen is, ja, is gevaarlijk voor de verdere evolutie. Volgende donderdag verlaten we de Vlaamse bodem weer en vertellen we u het ware verhaal achter een filmklassieker. De historie van de brug over de rivier Kwaai. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moeten Britse krijgsgevangenen een brug bouwen voor de Japanners. Het zijn de manschappen van kolonel Toosey die het zware werk moeten doen. De kolonel heeft hun leven in gevangenschap beschreven op 48 uur geluidsband. En het verhaal van Toosey komt niet overeen met dat uit de film. Volgende week dus de echte historie van de brug over de rivier Kwaai. Heel graag tot donderdag.